a ship out on the sea.
on the sea. And a big hand from the Lost Lonely Boys of Scotland. Just the Lonely Boys of Scotland. We staan hier op het bluesfestival in Tegelen en dan zie je af en toe de raarste mensen, maar ook de leukste mensen zo in het publiek verschuld hebben. En hier zien we ook de moeder van Wesley van Werkhoven. Maar wat voor werk, we zullen wel blij zijn dat Wesley nou wat vaker thuis is, hè? Nou, ik zag hem nooit en ik zie hem nou helemaal niet meer, dus maar hij woont niet meer thuis. Ja, maar nou die niet meer met zijn vriendjes gaat spelen, dan is hij misschien wat vaker thuis. Daar ga je vanuit, maar dat is niet zo. Nee, helaas. Had het nog veel teweeg gebracht bij jullie daar in huis? Plotseling is afscheid. Heel veel. 4 jaar ontspanning, lekker uit je pan gaan. Maar u vertelde me net dat u hem meegenomen heeft. En hem eigenlijk met het bluesbaksel besmet heeft. Een vorige meester nemen naar bijvoorbeeld een band als Blues and Trouble. Blues and Trouble. Hij was 7 jaar. En het was een optreden in Leiden. En we zaten in een tent. En naast ons zat een lesbisch stel te zoenen. En aan de andere kant zat iemand zo'n joint te roken. En Wesley zegt tegen mij, mam, dit is toch geen opvoeding? Nee. Dat was mijn vraag, ja. Dat ik goed begrijp, neemt u uw kinderen mee van 7 jaar bij een lesbische orgie aan waarin je in ieder geval de longen verpest worden door ook. Maar daar is wel toch wel een soort van Big Blind uitgekomen. Een beetje opvoeden met de blues. Nou die wat ouder is en hij zelf alcohol moet drinken, was het volgende verderf waar u in gaat storten? Nee, daar ben ik nou te oud voor. Dat zoekt hij zelf maar uit. We zullen hem dadelijk nog zien, want ik heb begrepen dat hij zelfs met Blues and Trouble gaat jammen hierna nog na de aflopen van het Blues Rock Festival in Tegelen. Ja, met 3 van de 4 en dat lijkt me onwijs. We gaan terug to the roots. Back to the roots. Ik heb een paar dingen gezien. Ik heb gezien dat u vrije opvoeding genoten en ik heb ook gezien dat u waarschijnlijk niet terugrijdt vanavond. Absoluut niet. Dankjewel. En met deze onthullende berichtgeving gaan wij terug naar de studio.